Lisa Odijk is een bekend persoon in Hezen. Ze werkt al een paar jaar voor de Stichting Hoop in Zuid-Afrika. Jaarlijks vertrekt ze met een groep vrijwilligers uit heel het land naar Zuid-Afrika om daar hulp te verlenen. Vooral aan scholen en opvanghuizen. Hoe is ze eigenlijk in aanraking gekomen met de Stichting Hoop? Dat is een heel grappig verhaal. Dat is van de Brabantse Dag. Er zat een echtpaar, die zat bij de toiletten en die hadden daar een grote vlag hangen en alles wat zij ophaalden ging naar Stichting Hoop. Ik heb deze mensen aangesproken omdat het me heel erg aantrok, omdat ik dat toch eigenlijk wel had willen doen. Dus ik heb hun gevraagd om een beetje uitleg te geven wat of Stichting Hoop inhield. Wat ik in die organisatie wil betekenen, is dat we allemaal betekenen. We gaan ongeveer met 25 man en we krijgen allemaal opdrachten om schooltjes te bouwen. De kinderen zitten vaak in containers met 30, 40 man. Die gaan we opknappen. We krijgen leuke meubeltjes gaan we maken. Speeltuigen buiten. En ik ga dan ook heel dikwijls met de kinderen spelen en doen om ze nog ook een keer kind te laten voelen. Wij doen meer dan alleen maar de schooltjes, want afgelopen jaar hebben wij een opvanghuis voor tieners hebben wij gevonden. En ook voor kinderen die op de straat leefden. En deze mensen hebben wij aangesproken. Wij zijn naar de stichting toegegaan en hebben hun geholpen met voor een half jaar luiers te kopen, babyvoeding. Want wij geven geen geld, maar wij doen en materiaal en dingen bouwen. En daar hebben we ze een half jaar kunnen ze vooruit en nog een check gegeven dat ze anderhalf jaar ook nog vooruit kunnen. Je ziet veel armoede, maar soms sta je toch ook weer versteld van wat armoede en wanhoop teweeg kunnen brengen. Wij hebben iets ontdekt en dat is een opvanghuis voor kinderen. Die bestond nog niet zo heel lang en mensen die daar werken, die halen kinderen van ouders weg die gewoon heel erg misbruikt worden en zo. En toen hebben wij gezien dat er net een kindje lag van een week nog met het navelstrengetje eraan. Die is gevonden in een bos. Er waren ook kindertjes die door hun moeder in kokend water probeerden te vermoorden. En er was ook een kindje, was ook gevonden bij een brandstapel en die zat ook helemaal onder de brandwonden. Dan vraag je af, dat gaat je echt door merg en been. Maar mijn eerste vraag was ook, die moeder, wat een wanhoop moet die moeder hebben om dat te kunnen doen? Wilde ze een kind hetzelfde leven niet aandoen? Of is het kind misbruikt of wat ook? En die hebben wij ook goed geholpen. Het is een dure reis en je wilt veel materiaal kunnen kopen. Hoe kom je aan al dat geld? De plaatselijke supermarkt en heel Hezen leeft enorm met me mee. Van alle kanten word ik geholpen. De actie hier is statiegeldbonnen die de mensen dan in plaats van te in mijn bak, hangbak doen. Dan mag ik hier twee keer per jaar komen staan om deze acties te voeren die ook erg leuk ontvangen worden. En de mensen moeten er wat voor doen. Ze moeten een quizje doen en dat is minimaal 1 euro betalen en dan kan ik zijn die reischeck aanbieden van 100 euro. Zou jij het leuk vinden om een reischeck te winnen van 100 euro? Ja, die hebben we geschonken van het reisbureau. Het enige wat je moet doen is even deze vragen beantwoorden. En dan minimaal 1 euro en die 1 euro is dan voor mijn project. Nou, dankjewel. Hartstikke fijn, bedankt. Wij gaan met een groep van ongeveer 20, 25 man. Je kunt er echt van uitgaan dat wij alles zelf moeten betalen. Dat wil zeggen de vlucht en het logies en het eten, dat moeten wij allemaal zelf betalen. Nou, de dingen die we dan kunnen doen, is gewoon deze acties doen, zodat we toch nog geld over hebben om dat te kunnen doen en te kunnen steunen.
maar wij betalen. Elke cent wordt door onszelf betaald. I've reason to believe we both will be received. De vraag: gaan jullie altijd naar dezelfde plek terug waar wij logeren? Daar gaan we altijd naar dezelfde plek terug, maar we zitten wel in dezelfde streek, maar we gaan wel iedere keer een stuk verplaatsen. Wij gaan dus ook de dingen nog nalopen die wij al eerder in de voorgaande jaren gedaan hebben. Dat wil zeggen, de speeltoestellen gaan we ooit weer van de schommel weer vervangen of nog een straatje bijleggen. Dus dat lopen we altijd na. We hebben daar een contactpersoon, die hebben een opvangshuis voor ook tienermoeders. En die kijkt het hele jaar door of ze voor ons iets kunnen vinden. En dan gaat het bestuur gaat al wat eerder weg, een week eerder weg, zodat die kunnen bekijken of het inderdaad voor ons geschikt is. En dan gaan we kijken of het, en dan gaan zij het materiaal al bestellen, zodat als wij komen, dat het al op de plaats van bestemming ligt en dat wij meteen aan de slag kunnen. Want als je het dan nog allemaal moet bestellen, ben je een week verder. Wat raakt mij om dit te doen? Nou, dit kan ik heel snel vertellen. Wij zijn heel grote reizen altijd gemaakt, waardoor wij veel ellende hebben gezien. En in krottenwijken en in scholen en weeshuizen. En toen dacht ik altijd, dat wil ik ook heel erg graag doen. En nu ik dus gepensioneerd ben, kan ik dat ook doen. Daar heb ik nu de tijd voor. En ja, dat is gewoon een missie van me.